Zal ik deze video echt gewoon heel zet beginnen zo? Nee, nee, dat ben ik niet. Ik ga heel vrolijk beginnen. Hey mensen van de Game Dorp, welkom bij deze video. Dit is geen game video zoals je ziet. Dit is een persoonlijke video. Weer een beetje een storytime zoals Mart een tijdje geleden ook had gemaakt. Het ging over zijn Minecraft server van vroeger. En ja, dat soort gedoe. Dat was een goede video. Ik heb ook een beetje gehuild toen. Nu wil ik ook even zo'n video maken. Maar ja, ik heb ook wat dingen wat ik gewoon even kwijt wil. Ik bedoel... dat ga ik niet zomaar even op Twitter zetten van, oh, dit en dit, dat is niet leuk. Ik wil het gewoon even goed vertellen. Ik ga niet dood. Ik ga niet dood. Voor de mensen die mij wel eens een keer hebben gezien, van, oh, Bram, wat een lange man, dunne pootjes. Nou, je dunne pootjes hebben een reden. Gewoon, ik heb hele dunne benen. Ik heb absoluut geen spieren. Ik ben zelf ook niet echt heel dik of zo. Kijk, ik heb niet zoveel spieren. Dat heeft een reden. Toen ik 7 maandjes oud was, een klein babytje, toen werd ik een beetje ziek, een beetje boel. Toen was het zo'n 20 centimeter darm dood, bleek in het ziekenhuis. 20 centimeter, dat is ongeveer zo. Dat is er toen operatief uitgehaald. Toen had ik, ging ik bijna dood. Ik had zuurstoftekort, ik had van alles en nog wat, allemaal vage shit. Ja, als je er nu bij... Ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Niet bewust. Ja, ik zeg het heel makkelijk. Maar zo makkelijk is dat helemaal niet eigenlijk. Het is heel raar. Ja, nou ja, toen kreeg ik een zuurstoftekort. En toen zeiden de dokters tegen mijn ouders... Ja, die jongen, die gaat nooit lopen. Hij heeft een handicap aan zijn benen hier aan overgehouden. Dat is hartstikke kut. Spierziekte, hartstikke mooi. Hij gaat niet lopen. Nou, daar dachten mijn ouders toen even heel anders over. Van ja, fuck, die jongen gaat gewoon leren lopen. We gaan naar een fysiotherapeut. Een hele goeie. In Assen, waar we toen wonen. En die heeft mij leren lopen toen ik een jaar of 2 was. Geloof ik. Ja. En uiteindelijk kwam ik in de rolstoel terecht. Dat moest, want ik kon niet veel lopen. En kon niet ver lopen. Want ik heb die spierziekte. Had die spierziekte. Nou ja, dus ik heb tijden in de rolstoel gezeten. Ik kon nooit echt sporten. Ik kon wel. Ik heb in een gehandicapte voetbalteam gezeten. Dat klinkt heel kut. Gehandicapte voetbalteam. Voetbalteam met gehandicapten. Voor gehandicapten. Daar heb ik een tijdje, een paar jaar gevoetbald. Als verdediger. Nou, ik was niet supergoed. Omdat ik gewoon niet veel kon lopen. Dus ik werd heel vaak gewisseld. Want gewoon niet het liep niet lekker. En dat vond ik echt heel jammer. Want ik hou echt heel veel van voetbal. Nog steeds. Je ziet mij wel eens tweet van voetbaldingen en zo. Dat vind ik echt gewoon... Dat is gewoon een ding wat ik heel graag had willen doen. Dat had nooit gekund. Want die benen doen het niet. Nou ja. Dat is kut. Mooie kut. Daarom heb ik dus van lekkere dunne beentjes. Dan gaan we even verder. Toen ik 12 jaar was, zat ik net op de middelbare school. Zat ik in de eerste klas. Mijn ouders gingen scheiden. Hartstikke kut. Nou ja, dat gebeurt wel vaker bij mensen. Nou ja, dat is niks aan te doen. Toen ging ik... naar het ziekenhuis, controle. Gewoon, ik kwam heel vaak in het ziekenhuis, kwam voor controle en zo. Maar dit was een speciale controle, met specialisten, zeiden ze. Wij naar die controle, mijn ouders, ik. Aan het eind van die controle, zegt een van die dokters... Ja, die kerel hè, die Bram, die heeft helemaal geen handicap aan zijn benen. Dat is allemaal bullshit. Nou ja, zit je dan 12 jaar lang zo ongeveer in een rolstoel gezeten? Zit je daar met je goede gedrag heel je leven verkloot? Ja, dat is super kut. Maar ja, het was heel kut die dag. Ik weet het nog wel. Maar ik was wel heel boos. Ik weet niet, ik was boos, verdrietig. Maar ook weer blij, want ik ging dus uit die rolstoel. Ik ging toen 2 maanden revalideren. Ergens in Friesland was dat of zo. Nou, dat ging wel goed. Toen heb ik dus ontdekt dat ik heel graag kok wou worden. Nou ja, dat is ook mislukt, want ja, mijn benen. Dat gaat gewoon nooit meer goed komen. Dat is gewoon zo stuk. Ik kan zoveel trainen als ik wil. Dat lukt gewoon niet. Dat doet... Als ik dan een dag heb gevoetbald, dan heb ik 3 dagen pijn en dan word ik soms ziek. Omdat het gewoon niet lukt. Dat is gewoon super kut. Ik kan eigenlijk niet zoveel. Maar het gaat nooit meer helemaal goed komen, zeg maar. Het is gewoon helemaal verneukt door die 11-10 jaar rolstoel. En nu zit ik hier op mijn stoel. Het is niet echt een heel zielig verhaal of zo. Maar ik wou het gewoon vertellen. Ik bedoel, niemand weet het eigenlijk. Tenminste de meesten niet. Er zit een duif daar en hij is fucking dik. Kijk, daar zit hij. Dit is een duif. Hallo. Hij moet echt naar de sportschool, net zoals ik. Je merkt eigenlijk niks samen. Dat was het rolstoelverhaal. Dat was mijn half leven eigenlijk. Ik ben nu 20. Dat is nu 8 jaar geleden dat ik uit het ding ben. 8 jaar alweer. Maar ik ben er niet echt heel veel beter op geworden. Mijn benen zijn nog steeds kut. Ze doen het niet. Dat is gewoon heel vervelend. Ik kan er niet zoveel mee. Ik wil heel graag op voetbal. Maar ja, ik kan dus gewoon absoluut niet voetballen. Omdat die benen gewoon helemaal kapot zijn. Nou ja, ik heb nog een ding. Daar zit ik zelf niet heel erg meer mee, maar ook weer wel. Dat weet eigenlijk niemand, behalve Mart weet dat. En mijn ouders en mijn zus, gewoon privé mensen. Dat is dat ik soms wel rare bewegingen maak.
En dit dus. Mijn schouder. Dat heeft ook een reden. Het is een soort van tics die ik heb. Dat heb ik echt ook al mijn hele leven. Dat ik gewoon niet stil kan zitten. Dat ik snuif, weet je, zo. Het is niet, ja, het is heel raar. Ik weet niet waarom. Het gaat allemaal vanzelf. Het is geen Gilles Latourette. Want ik ben er ooit een keer mee naar de dokter geweest. Naar het ziekenhuis. Maar zij kwamen niet achter of nou Gilles Latourette was. Dat wisten ze niet. Dus waarschijnlijk is het, ik denk dat het wel is. Dat ik gewoon een lichte vorm van Gilles Latourette heb. Want waarom zou ik het anders doen? Ja, dat heb ik dus ook gewoon last van tics. Dat ik gewoon niet scheld. Maar gewoon bewegingen met mijn lichaam heb. Alleen dan een lichte vorm. Soms heb ik er heel erg veel last van. Als ik heel veel stress heb. Of nu dus. Ik onderdruk het nu heel erg. Omdat ik, kijk, ik doe dit over mijn hoofd. Omdat ik dus probeer mezelf af te leiden. Van die tics. Kijk, ja, nu had ik er weer last van. Omdat ik dus even niks zei. Nou ja, dat is dus gewoon echt iets wat ik gewoon heel erg kut vind. Maar reizen met de trein of zo, dan heb ik er ook last van. En mensen kijken me soms aan. En dan denken ze van, wat de fuck is die jongen aan doen? Tenminste, dat denk ik. Zo zit dat in mijn hoofd. Dan denk ik dat ze naar me kijken. Van, wat een sukkel. Ja, ik heb het vooral als ik gewoon echt heel erg gestrest ben. Of als ik dus zulke soort dingen moet doen. Zulke dingen moet vertellen. Maar als ik dus bijvoorbeeld een aan het editen ben, of gewoon een andere video aan het maken ben, of ik ben op de fiets, of ik ben aan het lopen, heb ik er wel last van. Maar als ik dingen aan het doen ben die ik leuk vind, of waar ik heel erg bij afgeleid ben, zoals koken, of editen inderdaad, filmen, fotograferen, dan heb ik er geen last van. Maar nu wel, eigenlijk. Ik probeer het nu heel erg te onderdrukken. Wat doe je eraan, hè? Zo gaat het leven. Ik leef gewoon lekker en ik ben gewoon altijd vrolijk, eigenlijk. Af en toe even een dipje. Maar dat heeft iedereen. Hè? Dat maakt helemaal niet zoveel uit. Als je een dipje hebt, mag. Hoort erbij. Ik bedoel, je kan niet altijd vrolijk zijn. Je moet gewoon je leven leven. Zoals het is. En als het kut is. Is het mooi kut. Dan kun je er zelf iets aan gaan doen. Of gewoon helemaal niks aan gaan doen. Tenminste, ik maak er wat van. En ik wil dat jullie dat ook doen. Of voel je elke dag kut. Gewoon doen. Want dat is leuk. Leef maar één keer, hè? Zeggen ze. Ik ga niet om een like vragen of zo. Je mag het doen. Dat is echt zo kut. Doe even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Nee, dat is echt zo cliché en kut. Maar bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer op GameDorp. Bij een nieuwe video.